Hallo, ik ben Jitse. En ik zit hier vandaag met Robin. Of... nee, we zitten hier met Hennis Roeien vandaag. Robin, dat is enkel als ik politieagentje moet spelen. Politieagent? Vertel meer. Ja, alleszins, de meeste mensen gaan we wel kennen uit de afleveringen van de buurtpolitie en de films van de buurtpolitie waar wij agent spelen. Die zowel in België en in Nederland te zien zijn, als ook onze strip is ook België en Nederland. Dus we hebben onze eigen stripboek, we hebben ons eigen bordspel. Maar dat is het grotendeels waar de mensen mij van zouden kennen. Van de buurtpolitie dan? Ja, van de buurtpolitie. In de verre achtergrond zit ik ook in de fitnesswereld, waar ik fitnessmodellenwerk doe, zal ik zeggen. Of als fitnessmodel fungeer. Ja. Waarbij ik al heel veel bezig ben met mijn gezondheid en trainingen van mijn lichaam natuurlijk. Ja, dus je bent echt al effectief een langere tijd bezig met gezondheid, trainen, voeding. Ja. Ja, ik ben eigenlijk al van kinds af bezig met sporten. Want vroeger, toen ik nog heel jong was, dat is al heel lang geleden, deed ik gevechtsporten, waarvan ik dan karate en judo en dergelijke deed. Dus dat was ook heel belangrijk voor mijn voeding een beetje te onderhouden, ja. Maar ook zeker mijn lichaam en conditie. Want conditie is alles. Als je geen goede conditie hebt en je moet tegen een heel goede kamper staan, dan kan het gevecht heel rap draaien, ook al ben je technisch heel sterk. Dus ik ben er wel altijd al mee bezig geweest. Ook door mijn jaren dat ik in defensie meegedraaid heb. Dus ik heb 10 jaar in defensie gezeten. De laatste jaren heb ik daar gezeten als onderrichter. In C sport, de medische sector, de tactische sector, het schootstechnische sector. Dus een beetje het ruime gedeelte ervan. Waarbij ook de conditie heel belangrijk is. Ja. Super. Je zei dat je al fitness en op je voeding let, fitness eet. Heb je bepaalde dingen daar ook in bereikt? Ik ben 2 keer Europees kampioen geweest. Eenmalig Europees kampioen in de UK. Anderzijds op een wedstrijd van Arnold Schwarzenegger in Barcelona. En dan het laatste wereldkampioenschap dat ik meegedaan heb was in Las Vegas. Toen was ik vice wereldkampioen geworden. Nu, boxing influencer is natuurlijk totaal iets anders dan fitness. Je hebt natuurlijk wel wat conditie opgebouwd en zo. Sydney is ook een bodybuilder. Hij werkt ook aan zijn lichaam. Weet je veel van Sydney of ben je er veel mee bezig? Eerst al, ik ben geen bodybuilder. Ik ben een fitnessmodel. Dus ik ben het modelletje. Ze mogen daarmee lachen, maar ik wil de guy next door zijn qua fysiek. Dus dat toegankelijk is voor de mensen. Nu, Sydney heeft een heel imposant lichaam. Hij is groter als mij, hij is gespierder als mij waarschijnlijk, hij is sterker als mij. Maar daardoor ga ik hem zeker niet onderschatten in de boxingwereld. Want kracht en boksen, fitness en boksen ligt heel ver uit elkaar. Dat heb ik ook zelf gemerkt met mijn trainingen. Maar ik kan hem zeker niet onderschatten op dat vlak. Denk je dat hij een waardige tegenstander zal zijn voor jou? Met dat je ook al een grote achtergrond hebt van karate, van eventuele sporten? Ja, Sydney is op dat vlak heeft hij de voorbereidingen gehad van de vorige wedstrijd. Dus hij heeft zich daar al technisch kunnen voorbereiden. Hij heeft dan ook al een ringgevecht gedaan. Tegen Jamie was het, dacht ik. Een heel impressionant gevecht. Want hij heeft er goed gevochten, vond ik dan. Maar of dat hem een waardige tegenstander gaat zijn ten opzichte van mij in vergelijking met mijn achtergrond, vind ik een niet in dezelfde lijn vergelijking. Want ik kom vanuit een karate-achtergrond, waarbij dat we heel ander voetenwerk hebben, heel ander handwerk ten opzichte van boksen. En ik ben tijdens mijn bokstrainingen er heel goed van wakker geschud van, kijk manneke, het is geen karate, je moet dat en dat aanpassen en zo en zo. Dus er is voor mij technisch een heel aanpassing aan. En je moet naar kijken, je moet het zien als fietsen. Je kunt fietsen, je hebt vroeger geleerd te fietsen. Als we in één keer zeggen, je moet met je handen gaan trappen en andersom gaan trappen, ten opzichte van, je moet iets heel anders gaan aanleren waar je al die jaren gedaan, is het moeilijk. Dus voor mij is het technisch wel heel aanpassen ten opzichte van het gevecht naar Sydney toe. Maar ik kan niet meer doen dan mijn best en in de ring mijn werk laten zien. Ja, tuurlijk. Nu, je zei natuurlijk ook, Sydney heeft al een partij gebokst. Vind je dat een voordeel of een nadeel? Want ik heb natuurlijk nu wat videomateriaal van hoe Sydney technisch is, wat zijn stijl van boksen is. Vind je dat een voor- of een nadeel dat hij eigenlijk die partij al gedaan heeft? Het is voor hem een voordeel omdat hij zelf de technieken al heeft. Hij heeft de ervaring al, zoals ik zo net zei, hij heeft al de voorbereidingen kunnen doen van zijn vorige gevecht. Dus technisch staat hij voor op mij normaal gezien. Het voordeel voor mij dat zijn gevecht op beeld staat, is dat ik hem kan studeren hoe hij vecht in boxing. Als je gaat googlen, ik heb ook karate gevechten die op online staan, maar daar is hij qua boksen niks mee tegen. Het enige wat hij daaruit kan zien is dat ik misschien een bepaalde stijl aanneem in mijn vechten. Ja. Dus het is een beetje een vice versa werking naar hem toe. Voor mij geeft dat een voorbeeld om te kunnen zien van hoe of wat vecht hij, maar het is uiteindelijk maar één partij. Op één partij kun je niemand niet beoordelen, want hij is nu ook weer aan het trainen. En voor hetzelfde geld zegt je een trainer tegen hem van kijk, je hebt toen zo gevochten,
Misschien is dat de reden waarom dat je verloren hebt. We gaan je techniek en tactiek volledig aanpassen. Ja. Dus ik bereid me voor op worst case scenario en ik blijf gewoon gaan in de richting wat mijn trainer zegt en werken op zoveel mogelijk variatie. Ja. Nu, je bent natuurlijk bezig bij jezelf, fitness, acteren, militair. Ja, waar vind je al de tijd om alles te doen? Ja, uiteindelijk het militair gedeelte heb ik een loopbaanonderbreking gekregen en dan uiteindelijk heb ik me een slag gegeven omdat ik te druk heb met al mijn andere werk. Ik heb het geluk van mijn sponsor die mij, All in Sport Nutrition, die dan zegt van kijk, we gaan u ondersteunen zodat jij juist verder kunt groeien in de sportwereld. Maar zij zeggen niet specifiek een sport, zij zeggen gewoon de sportwereld, waarbij dat ik nu iets nieuws kan brengen in het boksen, wat voor mij totaal een andere markt is. Ja. Dus dat geeft mij wel een beetje ruimte en qua acteren en modellenwerk en dan social media beheringen en dergelijke. Hey, het is net zoals bij u, alles is druk, maar time scheduling en een beetje tijd opgeven om te slapen geeft u tijd om te trainen. Zo denk ik dan. Precies. Nu, ik zie ook op social media dat je een hele grote fanbase hebt. Je repost heel veel verhalen van mensen van ik ben Team Henny, ik wil dat jij je wint. Merk je dat ook echt dat er geleefd wordt van je fanbase? Ik merk dat ik heel veel steun heb van mijn fanbasis. Uiteindelijk ook al omdat het van de gevechtsport is. De mensen die grotendeels in mijn fanbasis zitten, zijn ofwel van de fitnesswereld ofwel van het acteren of van vroeger nog het modellenwerk. Maar ik merk wel dat het enthousiasme er is en ook de steun. In het boksen, omdat ja, zij willen ook zien natuurlijk dat de beste mag winnen van de twee. Ja. En we gaan er gewoon voor zorgen, denk ik, niemand niet teleurgesteld. Ja. Dus ik apprecieer dat enorm, dat de fanbasis er heel erg op mee is. En anderzijds, ja, het is ook een deel voor hun dat je het doet, want het is boxing influencers. Ja. Anders had het een andere naam moeten hebben. Want het is voor de mensen die jou net volgen en die boxing influencers op Instagram volgen, die mensen zijn degene die jou gaan ondersteunen, die jou gaan aanmoedigen van het moment dat je daar staat. Dus ik zou zeggen, hashtag Team Henny, sowieso. Henny, heb je al ooit voor een groot publiek gevochten of voor een groot publiek gestaan, geacteerd, iets gedaan voor een bepaald audio? Ja, het Sportpaleis. We hebben voor het Sportpaleis iets moeten doen, maar dat was buurtpolitieachtige toestanden waarbij dat wij het podium moesten beveiligen voor de bankdirecteur, de CEO van België, meer rode neuzendag bijvoorbeeld. Dat was ook een Sportpaleis vol, ja, dat is massa's volk, dat weet je zelf ook. Dus dat was ook wel even zo van oei, we moeten hier en dit en dat. Maar dat was wel heel leuk, maar boksen dus, is iets anders. Dus je bent wel al gewend om voor een groot stadion te presteren, laten we zo zeggen. Ik ga het eerder zo zeggen, van het moment dat je ergens in een activiteit komt, of als ik op een tatami moet komen, ben ik bezig met die tatami, met mijn trainingen, en ga ik niet liggen denken van oh, morgen moet ik nog dat brood gaan halen en dat gaan doen. Dus van het moment ook dat ik in de ring kom, gaat mijn aandacht ook puur alleen naar het gevecht. De mensen die rondom u zitten te supporteren, dat kan u alleen maar aanmoedigen. Voor mij op die moment is belangrijk mijn tegenstander en mijn coach. Ja. En daar probeer ik mij op te focussen en ik ga dan niet proberen na te denken, want je hebt altijd mensen voor en tegen u. Dus als ze dan op een gegeven moment in het publiek boe zitten te roepen naar u, so be it. Het gaat om die moment op het gevecht, tegenstander en mijn coach. Dat zijn de enigste mensen waar ik contact mee zou hebben. En de fans die er zitten, dat is hetgene waar ik voor ga vechten. Maar of dat het publiek een indruk gaat maken of een invloed gaat hebben op het gevecht, waardoor dat ik zou slabakken, zal ik zeggen, of mijn concentratie kwijt zijn, dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Nee. Nu, ik denk natuurlijk, wij wonen alle twee in België, misschien is het wel een keer een deetje om samen te sparren of zo. We kunnen uiteraard samen een keer sparren. We zijn ook samen naar hier gekomen voor onze medische controle, wat ook belangrijk is. Want uiteindelijk uw medische controle is ook belangrijk voor de boxers. Maar niet alleen voor de boxers, maar ook voor de organisatie. Dat ze weten van, kijk, staan mijn vechters die daar in de ring staan, zijn die in orde en capabel om te vechten? Is alles in orde? Is het zicht in orde? Is de motoriek in orde? Is het hart in orde? Ik weet dat jij geen hart hebt, maar kom. Dus ze moeten ook kijken dat alles in orde is. Dat we zijn wel samen naar hier kunnen rijden, een beetje bro-love, ja, net op de been liggen te rijden. Grapje mensen, zie, voilà. Ik sta er zeker voor open om tegen andere mensen te sparren. Waarom? Ik kan er alleen maar van leren. Ja. Zo ben ik, ik sta er niet op in van, ik ga tegen u sparren, ik ga eens een keer een paar toeken geven. Nee, ik ga tegen u sparren, maar ik ga van u leren. Ja, ik heb van een week liggen sparren tegen een jongetje van 16, klein manneke, maar super snel. Probeer daar maar eens tegenaan te gaan. Oké. Je mocht met mij lachen dat tegen een manneke is van 16. Ik moet niet tegen hem de krachtpatser gaan uithangen en vol een bak liggen teren voor hem neer te halen. Dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Maar het is wel de bedoeling dat ik bijleer. Ik denk dat iedereen zijn bedoeling is om bij te leren. En, ik denk wel dat je het goed gaat doen. Ja, het is de bedoeling om te winnen. Hè. Dat wil iedereen. Hè. Iedereen wil voor de winst. Hè. Ja. Ook Sydney, dat weet ik.
hij zal er ook wel heel hard voor aan het werken zijn. Maar Sydney, I'm full of surprises, jongen. Team Henny zou ik zeggen. Dus ticketmasters.nl, Team Henny, discountcode,